en waarom ben ik begonnen met Fixed Gear? Ik denk nu 3/4 jaar geleden zag ik een jongen erop fietsen. En ik snapte het eigenlijk gewoon niet wat het was. Waarom je ja, zo'n racefiets om zou bouwen tot iets wat simpeler is eigenlijk dan een normale racefiets. Ik zei, wat ben je aan het doen, dit en dat? Toen vertelde hij me dus het hele verhaal van waar het vandaan komt. Messengers, et cetera. Toen ben ik er iets meer in gaan verdiepen en toen zag ik gewoon hoe breed het eigenlijk is en wat je er allemaal mee kan. En dat het niet zozeer alleen maar beperkt is tot de bike messengers, maar dat het gewoon eigenlijk veel breder gaat en dat steeds meer mensen ermee bezighouden. En dat het gewoon dat iets wat je zelf kan bouwen, wat je gewoon vanaf de straat haalt, vanuit een oud fietsenrek haalt en je eigen draai eraan kan geven. Het liefst wil ik zo'n fiets die zeg maar heel clean is, geen poespas. Je hebt mensen die stickeren hem helemaal vol. Ik hou heel erg van als dingen matchen met elkaar. Dus ik wil hem vrij strak houden, basic, matwit, lichtblauw, maar wel gewoon een gouden ketting. Alleen die, hij is een beetje prijzig. Dat is ook wel, ja, zeker wel mijn persoonlijke smaak. Dat vind ik er eigenlijk het mooie aan. En wat ik het ook leuk daar vind, is dat ik het, als ik het eigenlijk met een halfjaartje zat ben, dan kan ik het zo weer veranderen. Want er zijn zoveel verschillende velgen, naafjes, cranks, stuurtjes, van alles te krijgen. Waardoor je eigenlijk gewoon je stijltje weer kan aanpassen op een hele simpele manier. Op zo'n goedkoop mogelijk manier zo'n vet mogelijke fiets maken, dat vind ik ook wel een sport eraan, zeg maar. Dat iemand zegt van wow, dat is ziek. Ik zeg van ja, maar het kost me nog geen 100 euro. En voor de rest, ja, eigenlijk de inspiratie voor om het te maken, ja, andere fietsen, internet, foto's, films. En ik denk eigenlijk wel dat je uit alles een inspiratie kan halen. Zoals dat je een fles ketchup hebt, dat is rood, wit en groen. Nou, dat is prima colorway voor een fiets. Ja. En zo denk ik ook wel dat iedereen zijn eigen, ja, iets van zichzelf in die fiets legt, weet je wel. Je maakt een fiets rood of bordeaux of geel of wat dan ook, omdat het bij jou past. En ik vind dat ook wel het leuke aan Fixed Gear, is dat gewoon eigenlijk 90% van de mensen hebben gewoon die fiets zelf gebouwd. Zeker gewoon voor een groot deel. En ik bedoel, het is makkelijk om er eentje kant en klaar in de winkel te kopen. En er is overigens niks mis mee hoor, maar ja, ik vind het toffer om gewoon te kunnen zeggen van luister, ik rijd Fixed en ik heb hem zelf gebouwd. Dit is mijn eigen fiets. In eerste instantie gewoon fietsje nummer 1 is maar gewoon een keer testen en doen en kijken wat er van komt. En als dat eenmaal goed gegaan is, dan gaan we wel weer eens kijken naar andere dingen. En ook jongens die je spreekt, die zeggen ook gewoon van ja, weet je, op een gegeven moment heb je gewoon 2-3 fietsen. Eentje voor de net, eentje voor A naar B. En die andere om polo te spelen of om track race te doen of wat dan ook. Dus ja, ik denk dat het een heel erg uit de hand lopende hobby gaat worden als het eenmaal goed rijdt. Als het het eenmaal doet, dan gaat het een goede grote hobby worden. Ja, Fixed Gear. Is vet.